De winnaars van de beste bier-spijscombinatie. Stel je eventjes kort voor alsjeblieft. Ik ben Mirko Seet, ik werk bijna 5 jaar bij het restaurant Café Feithuis in Groningen. Mijn naam is Keimpe Postema, ik ben eigenaar van het Feithuis in Groningen. Bier en spijzen is iets nieuws, toch? Dit is ook wel een beetje van alle tijden, maar de zomer bezig zijn, dat is wel echt iets van de laatste jaren. En waarmee hebben jullie gewonnen vandaag? We hebben met een kleine gerechtje gewonnen. Dat was kleine gepekelde, lichtgerookte varkenfilet met hete bliksem. En lekkere, krachtige jenever-sausje. En wat gemarineerde tomaatjes met tijm en zoetzuurtje in combinatie met het gerecht maakt die compleet. Dat klinkt heel spannend. Dat kan ik thuis ook klaarmaken of moet ik daar echt voor naar jullie restaurant komen? U bent van harte welkom elke dag. Wij zijn open, dus lijkt me beter dat u daar komt. Ja. En met welke biercombinatie heb je dat gedaan? Dat was een koudvoer biertje. Dat was een beetje sterk gerookt. Dan pakt hij goed met varkenfilet. Dan komt het wel balans in jouw mond en verlies je geen smaak, zeg maar. Oké, en koudvuur is ook een Gronings bier. Ja, het is van Baks, een smoked porter. En hij heeft een beetje rokerigheid. Die grasvarken uit Drouwenerveen, die was ook licht gerookt en een beetje gepekeld. Ja, en die twee smaken samen bracht een mooi balans voor de combinatie. Hoe gaat het nu verder? Want bierspijs komt steeds meer in. Waar gaan we naartoe? Nou, ik hoop dat wij in elk geval op niet al te lange termijn in het restaurant eigenlijk een continue combinatie maken van bier en eten. Wijnadviezen doen we natuurlijk al jaren. En ik denk dat je er niet meer omheen komt dat bier er ook bij hoort. Dank jullie wel en geniet van je prijs. Dank je wel. Tot de jongens.